Dit is Zorgboerderij De Meeshoef en een aantal VMBO-scholieren doen hier een maatschappelijke stage. Ik heb afgesproken met Mitchell, die me gaat laten zien wat zo'n stage inhoudt. Maar voordat ik met hem spreek, wil ik eerst wel eens weten, wat is dat nou, zo'n zorgboerderij? Wij proberen de mensen een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Waarbij dus de dieren en de omgeving gewoon heel belangrijk zijn. Wat voor mensen zitten hier eigenlijk allemaal? Hier zitten dus mensen die verstandelijk beperkt zijn. Er zijn ook mensen die de ziekte van Parkinson hebben. En we hebben hier mensen die geestelijk achteruit gaan. Deze week heb je ook daar een maatschappelijk stagiair bij. Ja. Wat doet hij? Die begeleidt de mensen een beetje. Die gaat met de mensen wandelen, koffie schenken. Een beetje bezig zijn met de mensen. Is het leuk? Het is heel leuk, absoluut. Veel leuker dan school in ieder geval. Waarom is het leuker dan school? Ja, je bent bezig, je weet niet waar je te wachten staat en zo. Elke dag is anders. Leuk, de mensen zijn gezellig. Heb je wel een favoriete? Die mevrouw daar, die hiervoor staat, ja, die is wel heel gezellig. Dat is echt een kletser, die houdt geen seconde in de mond, maar een hele leuke vrouw is dat. Ja? Wat vindt u van hem? Is het een aardige jongen? Geweldig. Ja? Ik hou van mensen die heel aardig voor me zijn. En daar ben ik heel blij om. En ik geniet van het leven. Wat is de meerwaarde van zo'n maatschappelijk stagiair? Nou, het is altijd fijn als je een extra iemand hebt die wat meer aandacht aan de mensen kan besteden. Als je dan maar met twee of drie mensen bent, dan je hebt hier 14 mensen overdag. Dan is natuurlijk de tijd beperkt die je aan de mensen kan besteden. Kom maar mee. Het is nou maar somber hier hoor. In de zomer is het altijd mooi. Hoor. Ja, het schijnt de zon. Geef er maar een boterham. Mitchell, doe je dit vaker? Zou je een wandeling maken? Ja, twee keer per dag ongeveer. Ja. En dan komen we ook altijd hier en dan geven ze hun wel eten. Sommige mensen die moet je niet allemaal alleen laten. Dus je moet ook echt opletten? Ja, je moet ook heel goed opletten, ja. Ja. Dat ze niet weglopen en zo. Ik denk dat het voor jongeren ook niet meevalt om zo in één keer tussen oudere mensen te zitten en ja, toch er van alles mee te doen. Zou je andere leerlingen dit aanraden om hier stage te gaan lopen? Absoluut, absoluut. Ja, het is gewoon heel leuk. Je bent gewoon met oude mensen bezig en zo. Ja. Het is ook helemaal geen zwaar werk. Het is gewoon leuk eigenlijk. Het is heel belangrijk. Ook dat jongeren toch wat meer contact ook met oudere mensen krijgen. Weten hoe het in zo'n groep gewerkt wordt. En ja, ik vind het heel belangrijk. De groep patiënten waar Mitchell mee moet werken is behoorlijk lastig, maar het geeft hem wel ontzettend veel voldoening. Dit was weer een aflevering van MAS Report. Hou maatschappelijkestage.nl in de gaten voor alle informatie rondom de MAS. En natuurlijk voor de volgende aflevering. Doeg!